Ja, ik vind zelf dat je geen campagne moet voeren op corona. En we hebben gezegd, het kabinet zoals dat er nu zit is demissionair, maar moet gewoon missionair kunnen zijn op dit onderwerp. Moet heel goed luisteren naar de adviezen van het OMT, van de RIVM. Moet kijken naar de cijfers. Wel heel belangrijk, het kabinet is echt de afgelopen periode ook meer gaan luisteren naar maatschappelijke adviezen. Bijvoorbeeld van de SER, hè, over wat betekent het voor de economie, of van psychologen. Wat betekent het voor jongeren? Nou ja, niet voor niets heeft het kabinet gezegd, we maken 8 miljard vrij voor het onderwijs. Want dat heeft ook echt zwaar te lijden. Dus aan alle kanten wordt er advies gegeven. En dan moeten we natuurlijk als politiek, we hebben deze week, komende week ook weer een debat daarover. Daar moet democratische controle op zijn. Maar ik vind dat je moet uitkijken met doen. Ja, alsof jij als partij nu opeens ervoor kan zorgen dat een sector toch open kan, terwijl al die deskundigen dat niet verantwoord vinden. Ja, maar je moet ook niet als partij doen dat alles maar zo moet blijven zoals het is vanwege corona. Want dat is ook wat ik bij jou hoor zeggen. Is van ja, we moeten geen campagne voeren op corona. Maar ja, stel dat er een andere partij had gezeten waarvan wij bij wijze van spreken met z'n allen zouden zeggen, nou, die doen nu niet de goede dingen. Ja, ja, dan moet je dus wel campagne voeren. Ja, zeker. Maar ik vind ook, dat moet ook in de debatten. Hè. We hebben daar ook de coronadebatten voor. En daar moet het kabinet stevig bevraagd worden. Opnemen we de juiste maatregelen? Gaat die vaccinatie, gaat dat snel genoeg? Hebben we dat op de rit? Helemaal goed. Hè? Er moet juist kritiek zijn. Alleen, ik denk dat als jij gaat beweren dat een sector al open kan als politieke partij, ja, dat je dat dan ook in dat debat op een hele goede manier moet onderbouwen. En dat, dat het dan wat makkelijk soms is om dat dan in de media te roepen. Want we willen allemaal wel al die sectoren hoop bieden. En ik vind het goed dat we dat ook aan het doen zijn, maar wel op een verantwoorde manier. Eerlijk perspectief bieden. Precies.